Vandaag maak ik een dubbele pagina in mijn grote art journal. Hiervoor gebruik ik de stempels en stencils van Santa on Holiday. Met een ananasstencil maak ik wat relief op een jute pagina aan de linkerkant. En met Illusions Paint maak ik een achtergrond van verschillende kleuren geel en oranje. Ik maak een basis van bruin, een raster voor de ananas. Ik maak een piratenananas. Grapje. Het wordt een ananas, geïnspireerd op mijn stempels. Een ananas met een kerstmuts en een zonnebril. Met een verfpenseelpen maak ik een quote die passend is bij dit thema. En onderaan stempel ik de grappige krabbetjes die ook onderdeel zijn van deze stempelserie. Die kleur ik in en hierbij het eindresultaat. De bril heeft nog een extra randje gekregen. De muts met je fluffy. En hier de quote. Kleine krabbetjes die ieder een andere kant op kijken. Die zet ik samen in het zand. En de YouTube-pagina met verschillende ananassen in wit relief. En hier het overzicht. Ik hoop dat ik jullie heb kunnen inspireren en hopelijk tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken!